Weet je nog, de eerste autotelefoon, een enorm bakbeest. Of de Commodore 64 met cassettes om spelletjes vanaf te spelen. Ze komen uit de jaren 80, net als de strippenkaart en de eerste telefoon zonder draaischijf. Allemaal te zien op een tentoonstelling in de Oudheidkamer in Ridderkerk. En het gaat er ook over Ridderkerk zelf in de jaren 80. In die periode werd de wijk Drievliet gebouwd, maar gingen ook scheepswerven over de kop, zoals de werf van Boelen. Boelen was een enorm belangrijke scheepswerf waar veel mannen werk vonden. Maar ook de toeleveringsbedrijven waren natuurlijk belangrijk. In Bolnes waren mannen ook Spanjaarden veel en Turken ook wel. En daarvan hadden de mensen soms wel 2 banen. Zoveel werkgelegenheid was er. Ook veel schoonmaakwerk werd er gedaan. En dat nam in de jaren 80 heel erg af. En dat was heel droevig voor de bewoners. Op de tentoonstelling is het verhaal van de scheepswerven te zien. Net als de ontwikkeling die Ridderkerk doormaakte in de jaren 80. En je kan er naar hartelust herinneringen ophalen. De Walkman deed zijn intrede. En computerspelletjes. Een apparaatje met 1 spel. Donkey Kong bijvoorbeeld. Van die hele kleine spelletjes die kinderen op de achterbank deden. En we moeten wel zeggen, het werd rustig op de achterbank. Dat was best wel fijn in de auto. En geen ruziende kinderen meer die met snoepzoet gehouden moesten worden. En dat waren echt spelletjes. Daar had je 1 spelletje op zo'n apparaatje. Hè? Ja. En die duimpjes gingen heen en weer. Dat was voor ouders wel een heel nieuw iets hoor. De tentoonstelling is tot 30 juni te zien in de Oudheidkamer aan de Kerksingel in Ridderkerk.